en vrouwelijke kunstenaars plegen een inhaalslag in de branche. Dat zal ook bewezen worden bij de eerste receptie van Redidex Art Gallery na 2 jaar COVID-19-pandemie. Directeur Monique Nouchaya Sukhdeo Singh van Redidex NV zegt dat vanaf donderdag de gemeenschap weer mag genieten van een solo-expositie van Chandel Horton. Horton zal dan voor het eerst een solo-expositie doen. Nouchaya Sukhdeo Singh zegt dat hiermee weer een vrouwelijke kunstenaar op de voorgrond wordt geplaatst. Er zijn zeer goede, zeer gewaardeerde vrouwen in de kunst. Maar misschien niet voldoende op de voorgrond getreden. En daar komt nu verandering in met de nieuwe generatie. En wat moeten we naar uitkijken? Wat wordt deze solo-expo? Haar expositie heet Threads of Identity. En Chandel werkt, heeft voor deze expo werken gemaakt met keramiek. Met verschillende garen, haakgaren, breigaren, jute. Haar verhalen vertellen over zichzelf, over haar identiteit en hoe dat zich heeft ontwikkeld. Nou, Shaya Sukhdeo Singh legt uit dat de COVID-19-pandemie een grote tegenslag was. Echter is de kunstgalerij niet stil blijven zitten. Voor iedereen die in de industrie te maken heeft met bezoekers uit het buitenland en daarvan afhankelijk zijn. Voor mensen die afhankelijk zijn van events. En dus hebben we heel veel moeten ombouwen om de situatie tegemoet te komen. En dat hebben we gedaan. Ja, ja. Als ik hier rondkijk, dit gebouw ziet er gewoon heel mooi en goed onderhouden. Eigenlijk bijna nieuw, sommige dingen, hè, Rui? Ja, we onderhouden het gebouw. Zoals u weet is het een ouder gebouw van hout. Dus dat vergt onderhoud van binnen. Ik heb niet evenveel fondsen op dit moment om van buiten ook zo keurig in de verf te houden. Maar we moeten keuzes maken en roeien met de riemen die we hebben. Redidex NV bestaat volgend jaar 55 jaar en de Redidex Art Gallery dan 30 jaar.